Het park Oude God is vrijdag tijdelijk van naam veranderd en dat gebeurde voor de 11-11-11-campagne die de aandacht wil vragen voor het klimaatonrecht. En bij ons staat directeur communicatie Katrien Heugebaard die wat meer toelichting geeft. We zijn hier in het Oude God Park en we gaan dit Oude God Park herdopen tot het Dra Talifala Park. En dat is een gebied in Marokko dat bedreigd wordt door de klimaatverandering. En we willen daar aandacht voor en samen met de stad Mortsel willen wij eigenlijk de inwoners van Mortsel bewust maken van klimaatonrecht en van het belang van er samen tegen te strijden. Want dat was ook het thema van onze campagne, onze jaarlijkse 11-11-11-campagne die wij nu hebben lopen. Ja. Want jullie doen veel campagnes. Zijn er nog campagnes in de toekomst? Ja, uiteraard. Dus nu gaat onze focus naar klimaat, omdat de urgentie heel hoog is. En omdat er dringend actie moet ondernomen worden. Maar ja, we hebben verschillende thema's hè, waar wij nog rond werken. Rond mensenrechten, rond migratie, rond nog allerlei andere grote wereldproblemen. Waarvoor wij oplossingen naar voren schuiven en streven naar een rechtvaardige wereld. Ik heb mij horen vertellen, dus deze vandaag, maar dat er nog andere steden of gemeenten zouden toehappen. Ja, inderdaad. Dus we hebben in totaal een tiental parken. En dat gaat van Bredene tot Brussel, tot Izegem in West-Vlaanderen. Dus eigenlijk over heel het Vlaamse land, in Zwijndrecht ook, zijn er parken die omgedoopt worden tot een park elders in de wereld. En daarmee ook eigenlijk verbinding tonen en solidariteit met die gebieden en die mensen die nu geteisterd worden al door de klimaatcrisis. Hè. Want we merken dat hier meer en meer wordt dat tastbaar, de klimaatverandering. Maar het is wel zo dat die mensen en die gebieden die er eigenlijk het minste toe hebben bijgedragen, dat die nu al de grootste gevolgen dragen van de klimaatcrisis. En dat is een onrecht en dat is waar wij tegen vechten. Hartelijk dank voor dit interview en mogen we nog veel succes toewensen. Dank u wel. Moeilijk, hè? Dat is gelijk die een IJslandse vulkaan. Ja, dat zijn mij ook zo belangrijk ook wel, vind ik, dat het plakkaatje wordt opgehangen. Dat gaan we zo dadelijk doen, dat de mensen toch ook wel die boodschap nog eens rustig kunnen nalezen. Los van de moeilijke naam. De boodschap is veel duidelijker dan de naam. Waarom wij hier staan. Het klimaatonrecht, ook bij ons hier hebben we vandaag. Als je de beelden bekijkt, de Westhoek, dat is een andere vorm. Maar het is eigenlijk ook wel schrijnend voor die mensen. Gelukkig hebben wij de middelen en de kracht om dat wel op te lossen. Ja.